Bijna 19 jaar geleden verdween ze, de toen 34-jarige Jolanda Meijer, moeder van twee kinderen. Er werd op meerdere plekken gegraven naar haar lichaam. De politie trok honderden tips na. Maar zoektocht in binnen- en buitenland leverde geen resultaat op. Jolanda's vader, Wim, overleed zonder te weten wat er met zijn dochter gebeurd is. Het is natuurlijk een zwaar verlies voor moeder Tini, die het zoeken naar Jolanda nooit op zal geven. Ik denk het toch elke dag aan. En ik word ook wel de 's nachts wakker en dan denk ik. En dan, ja, dan ligt ze voor mij, hè. Dat denk ik dan. Maar dat is niet zo. Nee. Nee. Groningen stad, 7 februari 1998. Het is al laat in de avond als de politie een melding krijgt van overlast in een huis dat bekend staat als drugspand. Een van de aanwezigen is de aan heroïne verslaafde Jolanda Meijer. Ze verlaat het huis en zal daarna nooit meer worden gezien door haar ouders en haar twee zoons. Ze sturen geen kaartjes meer. En toen zei nou, en toen werd ik heel onrustig. Wij samen werden wij vreselijk onrustig. Toen dacht ik van, hier is wat aan de hand. Na een half jaar laat Jolanda nog steeds niet van zich horen. Ook niet op de verjaardagen van haar kinderen. En dat versterkt onze mening dat er iets mis is met Jolanda en dat we zelfs een misdrijf niet moeten uitsluiten. Ja. Jolanda was werkzaam als prostituee en haar werkgebied lag bij de Kijkshop aan de Westerhaven in de binnenstad. Het trieste bestaan van hun dochter vreet aan haar ouders. Maar ze proberen haar op alle manieren te steunen. Wij gingen eigenlijk dag in dag uit gingen we kijken, ook 's avonds en ook op verschillende momenten, verschillende uren gingen we kijken, midden in de nacht. En dan werden we wakker en dan zeiden we, ja, we moeten kijken. We gaan kijken. Dan gaf ik haar geld en dan kon ze wat kopen te eten, hè. Ja, dat hielp toch allemaal niet. Dat hielp niet, dat geld, waar dat in opging. Vader Wim maakt zich al snel weinig illusies meer. Ook gezien haar levenswijze. De mensen waar ze mee omging. Zij is ook met de dood bedreigd. Zij zat in het drugscircuit. Ze heeft wel dingen gedaan waar andere mensen dus misschien bang voor waren dat ze uit de school ging klappen. Dus heb ik altijd de vrees heb ik altijd ook gehad dat Jolanda iets ernstigs zou overkomen. Ja. Het onderzoek naar de vermissing is even lastig als precair. De meeste van haar collega's zijn zelf verslaafd en in dat circuit is het moeilijk om een onderzoek te doen. Maar Jolanda blijft spoorloos. Een hard gelach, ook voor haar familie. Ze horen hele vervelende dingen, dus dat is eigenlijk heel triest voor deze kinderen. En te meer Jolanda eigenlijk ook hele goede kanten had. Dus ik vind het heel erg. Voor de kinderen vind ik het verschrikkelijk. Wim is overleden en dat is hem overkomen dat zijn dochter er niet, Jolanda er niet meer is. En ik zou het verschrikkelijk vinden als, het ook, als ik te, ook te zijn uit de tijd kom. Dat ik hetzelfde meemaak. En wie moet dan nog verder met het onderzoek? Ja, mevrouw Schubert, eigenlijk vanaf de start in 1998... is het onderzoek naar wat er nou met Jolanda is gebeurd heel moeizaam verlopen. Ja, omdat Jolanda niet meteen na haar verdwijning als vermist is opgegeven, is er in het begin kostbare tijd verloren gegaan. Jolanda had geen vaste woon- of verblijfplaats. Het onderzoek verliep moeizaam en haar collega's waren ook verslaafd en die konden zich weinig meer herinneren. We hebben toen de tijd echt diverse mensen gehoord, maar daar kwam eigenlijk weinig concrete nieuwe info uit. Toch zijn over de jaren echt heel veel tips binnengekomen en er is ook alles aan gedaan om die tips binnen te krijgen. In december 1999 werd er een beloning uitgeloofd voor de gouden tip over Jolanda. Van toen de tijd 25.000 gulden. Het was zeker niet gebruikelijk destijds om een beloning uit te loven voor een vermissing. Maar gezien het circuit waar zich een en ander afspeelde, werd toch aan een misdrijf gedacht. Beloning staat nog steeds en die is inmiddels 15.000 euro. Ja, en hoewel er weinig concrete sporen waren naar Jolanda, was er wel altijd die hoop op nieuws. Want haar naam viel vaak in lopende onderzoeken. Groningen hield de adem in toen Willem van E. naast twee eerder bekende moorden in 2001 ook 3 moorden bekende op 3 prostituees, collega's van Jolanda. Onze dochter ligt er misschien, hè. Dat moesten we zien, daar moesten we heen. Dat gevoel, ja, wij bouwden daar gewoon heen. Maar we vinden het heel luguber hier zo. We maakten ons heel triest. Maar de mededeling die een speciaal opgericht cold case team had, was dezelfde als altijd. Dat wij op dit moment
daar geen aanwijzingen hebben gevonden die in de richting van Jolanda zou leiden. Je blijft ermee zitten. Waar is Jolanda? Waar is ze gedumpt? Wie heeft haar om het leven gebracht? En ik zou het graag vandaag aan de dag willen weten wat er met haar gebeurd is. Kijk, levend komt ze niet weer terug. Daar ben ik bang voor niets. Ook in het stadspark in Groningen wordt gezocht als na jaren een tip binnenkomt dat ten tijde van de verdwijning daar een man iets heeft begraven. Maar helaas. Zoektochten naar Jolanda. Van Groningen tot Limburg, waar ze ook wel kwam, werd gezocht. Maar ze werd nooit gevonden. Als ik weet dat zij gevonden is, dan geeft het mij rust. En eerder niet. Eerder, ik ga gewoon ermee door. Ja, dat meen ik echt, voor 100%. Ik wil weten waar mijn kind gebleven is. Ja. Hoe triest of dat ook klinkt. Ja. Ja, tragisch om dat zo te horen. U wilt de moeder van Jolanda heel graag die duidelijkheid geven. We hoorden al, er is zoveel gezocht de afgelopen jaren. Ja, er zijn de afgelopen jaren een aantal tips binnengekomen die concreet leken. In die zin, er werd dan een plek genoemd waar haar lichaam zou kunnen liggen. Er werd ook een reden bij genoemd waarom ze daar zou liggen. En in dat soort gevallen zijn wij altijd onderzoek ter plekke gaan doen. Een van die laatste onderzoeken was even buiten Groningen. En daar hebben wij enkele gierputten geleegd. Ook daar geen spoor van Jolanda. Nou hoorden we haar eigen moeder al vertellen dat ze denkt dat Jolanda niet meer leeft. U vreest ook voor haar lot. Maar als het dan inderdaad een misdrijf is, dan zijn er mensen die daar iets van weten. Dat is ook het belangrijkste doel voor vanavond. In contact komen met mensen die iets weten over Jolanda of die de reden kennen, hè, waarom zij is verdwenen. Het is bijna 19 jaar geleden, maar misschien is het nu wel gemakkelijker om te praten. We kunnen niet uitsluiten dat er destijds mensen bang waren om met ons te praten uit angst voor represailles vanuit het wereldje waarin ze vertoefden. De situatie kan nu natuurlijk heel goed anders zijn. Ons cold case team hoopt dan ook dat er mensen zijn die de familie nu eindelijk duidelijkheid en dus rust kunnen geven. Dus weet u iets over Jolanda Meijer of vermoedt u wat er toen is gebeurd in 1998? Laat alsjeblieft van u horen. €15.000 beloning dus. U mag vertrouwelijk met de politie praten bij TNI. Anoniem bellen kan natuurlijk ook bij M. Het simpelste is gewoon nu gratis 0800 60 70 bellen. En trouwens, voor wie in het algemeen meer wil weten over cold case onderzoeken in Nederland, donderdagavond 3 november zenden we via een livestream op onze site Dossier Opsporing Verzocht uit. Dat is een speciale avond waarin cold case experts over hun onderzoeken vertellen. En hopelijk hebben we dan ook al meer nieuws over Jolanda Meijer.